Nou, good morning everybody. Weer leuk dat je hier bent op ons YouTube kanaal om deze nieuwe video te bekijken. Vandaag gaan wij dus de houder maken met de onderzetter. Dus je hebt straks die onderzettertjes en dan heb je straks dat malletje. En dan kan je uiteindelijk straks als alles klaar is netjes de onderzettertjes hierin doen. Ik heb alvast 200 van deze en 200 van deze erin gedaan. Ik zal waarschijnlijk nog wat over hebben. Dus dan zou ik hiermee ook nog die andere nog eventjes. Dan kan ik het misschien een beetje laten zien hoe ik dat toen gedaan heb. Wat ik nu ga doen is eerst roeren. Ik ga eerst even 3 minuten goed roeren. Want dit moet heel goed door elkaar gemengd worden. Want anders dan... Ik zal het even hier neerzetten. Dan gaat het natuurlijk niet goed. Kijk, ik heb van de week natuurlijk voor jullie, dat kunnen jullie ook op de video hiervoor zien, dat ik deze heb gemaakt. En als je nou benieuwd bent hoe ik die heb gemaakt, zou ik zeggen, bekijk eventjes de video die hiervoor gepost is. Want daar leg ik alles stap voor stap uit. Ik ga nog weliswaar van die nog een nieuwe video maken, want op het moment dat ik dus epoxy aan het gieten was, kwam ik er naderhand achter dat ik de video niet had aangezet. Dus dat kon ik jullie alsnog niet laten zien hoe of wat. Maar goed. Ik ga dus nu deze onderzetters met houder maken. Dat doe ik met de 1-op-1 epoxy van It's Okay, wat ik je net liet zien. Want ze hebben natuurlijk ook de UV-hars. Maar met de UV-hars kan je dit niet maken. Dat gaat dan niet goed. De UV-hars, dat is eigenlijk echt voor hele kleine oppervlaktes. Voor bijvoorbeeld om een sleutelhangertje te maken. Oorbelletjes, ringetjes, armbandjes. Maar als je met die UV-hars bijvoorbeeld weer een boekenlegger zou maken en je gaat dat uitharden, dan trekt het krom. Dus vandaar. Nou, ik ga eerst deze even goed door elkaar heen mengen. Ik had wat bloemetjes, maar ik denk dat ik nog even wacht daarmee om dat hierin te doen. Misschien hou ik nog wat over dat ik nog een aantal andere nog kan doen. Of nou, misschien weet ik al wat ik ga doen. Ik weet het al. Maar goed, dat was even een verrassing. Ik ben ook trouwens heel benieuwd wie van jullie al de verbouwingsvideo's al hier op YouTube heb gezien. Die ook van de week heb ik die ook erop gezet. Nou, ik heb nu dus die 400 gram samen goed door elkaar ingeroerd. Ik ga trouwens even mijn vest aan uittrekken, want ik krijg in één keer een hitteaanval. En ik zou ook wel eens willen weten, ik heb nu een aantal dingen gemaakt van epoxy. Wat zouden jullie nou heel graag willen zien? Als je nou ideetjes op wilt doen, ga dan naar de site van It's Okay. En bekijk daar even wat ze hebben. En misschien zit er wel iets tussen dat je denkt, ja sorry, dat moet je nou echt even maken. Dat lijkt me nou zo leuk. Dus laat het even weten. Nou, ik denk dat dit nu wel zo goed geroerd is. Ik moet alleen wel even nog handschoenen aantrekken. Ventilatiegebeuren staat al open. Want dit wil je niet op je handen krijgen namelijk. Ik zit te denken dat ik paars met wit en goud ga doen. Of paars met wit en zilver. Maar ik heb natuurlijk nog geen zilveren pen. Die kan ik natuurlijk wel kopen. Dus ik zit een beetje in twijfel wat ik ga doen. Maar goed, ik ga het in ieder geval stap voor stap aan jullie uitleggen. Ik ga zo meteen die 400 gram ga ik even verdelen. Ik ga het eerst het stokje eventjes goed af. Ik zal zo meteen de camera ook af en toe even wat dichterbij halen hoor. Even kijken, waar kan ik dit even kwijt? Niet, sure, niet. Ik ga wel even hier neer. Oh! Zo. Oké, dan ga ik eventjes hier. Even denk ik 150 in doen. Zo. En dan heb ik hier nog 150 over, als het goed is. Oh, is het aan de verkeerde kant kijken? Nee, hier heb ik dan 100 over.
Dus dan ga ik hier nog 50 van afhalen. Dat ga ik dan hier doen, want ik ga 3 kleuren weer gebruiken. Of nee, zal ik 2 kleuren gebruiken? Nee, 3 kleuren, sorry. 3. Zo. Is dat genoeg? Denk het niet. Snel heb ik. Zo. Wat ik ga doen. Ik ga bij deze. Ik ga toch zilver gebruiken. Dus ik ga het even een dingetje pakken. En ik zal de camera dichterbij zetten. Sorry, vergeet hem dan dit keer niet weer gelijk aan te zetten. Moment, ik ga het even wat dichterbij trekken allemaal. Dan kunnen jullie het gewoon even wat beter zien. Ik hoop dat het zo te zien is. Ik zal zelf even met mijn kop een beetje op beeld blijven. Want het gaat natuurlijk hierom. Nou, die moet je sowieso even omdraaien. Dan ga ik van met deze. Hier doe ik de kleine beetjes in. Dat wil ik gewoon met glitters en zo. Of zal ik toch voor de goud gaan? Nee, ik ga gewoon voor zilver. Maak het uit, jongens. Kijk, dan doe ik gewoon even zo. Nee, niet alles. Niet alles erin. Nou. Boom. Loes. Een beetje zo, maar anders zien jullie echt niet wat ik aan het doen ben. Zo. Glitters, glitters in mijn glas. Nou, dan ga je dat gewoon even zo goed door elkaar heen husselen en doen, zodat je denkt van oké, dit is toch wel genoeg glitter. Misschien zelfs nog een beetje te veel, maar dat weet ik niet. Kijk, dan is het zo. Glitters, leuk, 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 leuk. Dan ga ik naar die andere, die. Dan ga ik die een beetje paars in doen. Paars en ja, niet te veel. Zo, eerst even kijken wat de kleur doet. Dus ik wil het niet te donker hebben. Dat vind ik niet zo mooi namelijk. Kijk, ik heb het druppeltje erin gedaan. Dat is trouwens van deze. Ook van It's Okay. Alle producten komen trouwens daar vandaan. Nou, dan moet je het niet aan de zijkant houden, sir. Dit wordt wel een beetje lichtpaars, zie ik. Dus ik ga hier nog wel even... Nou, ondertussen hoor je mijn hond, die is aan het dromen. Kijk, het is nu deze kleur. Nou, dat vind ik toch te licht. Dat vind ik niet leuk. Dus ploep, 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 ploep. Even nog wat extra erbij. Ik ga me weer even roeren. Het wordt al donkerder. Maar nog niet de kleur die ik wil. Dus ik ga er nog een beetje bij doen. Kijk, nu zo. Dicht. Roeren, 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 roeren. Zo. En dan ga ik met zwart, denk ik, toch maar wel. Waar is mijn zwart? Zwart paars met zilver. Ik denk dat het wel vet is. Pakken we de zwarte pigment. En dan we die in die andere, deze. Daar ga ik wel natuurlijk even een partij in gooien, want dat moet wel goed zwart worden. Anders heb ik er niks aan. Even een nieuw stokje om te roeren. Zo. Nou kijk, dat wordt goed zwart. Dat is mooi. En weet je wat ik denk ik ga doen? Dat ik wat zwarte... Ik ga wat glitters daarvan in het zwart gooien. Ik ga het gewoon doen. Zo. Dan ga ik weer roeren. Oh, leuk. Ik vind alleen iets te weinig glitters. Dus ik ga toch nog even wat erbij gooien. Want we willen natuurlijk wel... Oh. Dat was misschien een beetje te veel, maar goed.
Komen we zo meteen achter. Moet, omdat het natuurlijk best wel bij elkaar zit. Je moet altijd echt, als je die folie erin doet, het is natuurlijk een hele prop. Dus je moet het wel echt zorgen dat alles goed uit elkaar is. Oké. Okay. Nou, wat ik dus nu ga doen, ik ga om de beurt, of nee, eigenlijk moet dat tegelijkertijd. Ga ik dus de paars... Ga ik dat zo laten of ga ik... Ik ga denk ik toch... Zal ik het zo laten, jongens? Ik weet het niet, man. Ik twijfel. Ik ga hem denk ik toch nog een klein tikje donkerder. Anders denk ik niet dat het echt... qua kleur tegenover elkaar leuk staat. Moet natuurlijk wel iets donkerder zijn, vind ik. Nou, als je dit dan uiteindelijk goed door elkaar hebt geroerd... Zorg trouwens altijd even... Ik heb dat nu niet op, maar zorg even dat je een... een maskertje of iets op heb. Ik heb het al benauwd. Dus als ik dat nog ook nog eens een keer op mijn bakkers ga zetten, dan gaat het helemaal niet goed. Maar goed, het hoort wel, jongens. Maar goed, bij mij staat natuurlijk wel wat dingen open. Oké, en nu ga ik de malletjes vullen. Ik ga uiteraard weer even mijn camera draaien. En ik ga hem even zetten. Nou ja, niet draaien, maar ik ga het zo doen. Ik hoop dat jullie het zo kunnen zien. Ik ga dit even aan de kant leggen eerst. Want we gaan eerst met deze beginnen. Wat ik ga doen... is aan allebei de kanten, voorzichtig, we moeten het natuurlijk wel tegelijkertijd doen, anders dan gaat het zo. Kijk, die gaat daarin en die gaat daarin. Doen we dat gewoon zo. En dan zorg je gewoon dat hij hem langzaam vult. Kijk, je ziet al die glitters en dingen en alles. Deze moet ik eventjes wat meer, ik ga het er gewoon zo overheen gooien, want het zakt uiteindelijk toch wel in elkaar. En misschien wel leuk als het een beetje zo door elkaar heen loopt, toch? Zo. Kijk, zie je hier? Zie je nou zo'n dingetje zitten? Dat is niet goed, hè? Dat gaan we even zo... even met de mouw. Anders weet ik niet hoe dat uiteindelijk straks eruit gaat zien. Ik doe dit gewoon even een beetje die kant op. Nou denk ik dat ik ook even één keer zo. En dan ploep even er doorheen hou. Ik heb geen idee hoe dit er straks uit komt te zien, maar goed, dat komen we straks vanzelf achter. Oké, dan gaan we nu. Dit ga ik even laten staan. Ik gooi hier toch nog even een klein beetje soort overheen. Een klein beetje zo, want ik wil wel dat het gewoon helemaal gevuld is. Volgens mij had ik beter gewoon helemaal soort kunnen doen. Zo. Ik moet wel genoeg overhouden voor die andere mallen. Deze zet ik even voorzichtig opzij. Kijk, dat moet je echt heel voorzichtig doen. Want je hoeft maar even één keer te hard te knijpen. En het legt er gelijk overheen, hoor jongens. Kijk, het zakt uiteindelijk wel weer zo ver op zijn vorm. Nou, dan gaan we deze doen. Ik ga denk ik de buitenkant... Zal ik de buitenkant? Ik ga de buitenkant ga ik eerst paars doen. Of nee, ik ga de helft zo. En dan ga ik die hier eroverheen doen, zo. Hier ga ik bij deze ook doen. Nou, ik heb dus nog een beetje over. Dus wat ga ik zo doen? Ik heb hier nog een malletje. Zo.
altijd pak ik even de grootste. Dan kan ik even laten zien hoe ik dat toen heb gedaan. Ik ga proberen of het lukt nog met een kleine beetje wat ik heb. Maar misschien ik ga het gewoon... Kijk, let op. Wat je doet is dus je gaat dan eerst langs de zijkanten... Dat is een foutje, maar dat geeft niet. Dan doe ik deze. Goed, en dan moet ik heel snel zijn. Moet ik er niet ervoor gaan zetten. Dan gaan we daarna in het midden deze nog even doen. Dan doe ik hier nog een beetje de paars eroverheen. Want kijk, je moet wel zorgen dat... Als je dit doet, dat je gewoon de hele mouw vult. Anders krijg je een heel dun onderzettertje. En dat is ook een beetje zonde. Lekker veel glitter, Char. Kom op, dat kan jij wel. Kijk, nou is die mooi gevuld. Ik ga hier... Ik vind toch dat er te weinig glitter zit. Ik wil toch hier nog wat glitters hebben. En hier ook. Ik vind het anders zo saai. Jullie weten het, hè? Zwaar houdt van glitters. Zo. Nou, in principe is nou alles ingevuld en gedaan. Zo, lekker veel. We houden ervan. Nou, en wat ik de vorige keer heb gedaan, ik zal het even laten zien, want ik heb natuurlijk dat brandertje nu. Ik ga dit gewoon ook nog even een beetje daar die kant op duwen, zodat het een beetje overal verdeeld is. Vind ik wel zo leuk. Zo. Dit kan ook een beetje zo, dat is misschien ook wel leuk. Van die dingen maken doorheen. Dat is misschien ook wel grappig. Ik kan natuurlijk altijd een beetje spelen en doen, hè. Ik weet bij god niet wat er straks uitkomt te zien, maar dat maakt niet uit. Zo, Char, dit had je beter niet kunnen doen. Maar ik veeg het gewoon een beetje daarin. Kijk, zie je, dan is het weg. Oké, en nu? Nu ben ik klaar. Oh, die onderzet is trouwens ook wel heel vet. Ik pak er nu, ik zal hem even omhoog gooien. Ik heb deze bij de Action gekocht. Wat je dan gaat doen, zoals je hier kan zien. Ga ik weer het beeld draaien. Ik zet hem weer niet uitzetten. Kijk, let op. Zoals je nu kan zien, zie je dat er heel erg veel luchtbellen zitten overal. Zodra je deze... Kijk, zie je wat er gebeurt? Die luchtbellen verdwijnen direct. Nou weet ik natuurlijk niet hoe dat zit aan de zijkanten en bij de mal. Hier doen we precies hetzelfde. Je ziet ook daadwerkelijk dat de luchtbellen dan ook daadwerkelijk gelijk verdwijnen. Hou hem niet te dicht bij je mal, want je verpest je mal dan. Het ruikt ook lekker ook. Kijk, hier kan je het helemaal goed zien. Let op. Ik kan inzoomen, kan niet, maar let goed op dat zwarte. Zie je wat er gebeurt? Dus niet te lang doen, dan staat het in de fik. Zo. Ik denk natuurlijk wel dat overal de luchtbellen weg zijn. Maar wat ik me nu afvraag, hoe zit het dan hier aan de zijkant? Want daar zullen vast ook wel luchtbellen zitten. Maar ik kan moeilijk mijn mal erop houden. Of dat ding op die mal houden. Ik kan wel iets aan de zijkant misschien zo doen. Een beetje dat die warmte wel naar binnen gaat, zeg maar. Zo, nou, dan gaan we nog even naar die. Deze is wel heel vet, hè jongens, even eerlijk. Nou, kijk.
Hier zie je het ook gelijk. Al die luchtbellen, die zie je gewoon direct verdwijnen. Niet te dicht bij je morgen, want dat gaat niet goed. Zo. Nou, en wat we dan nu doen, is 48 uur wachten totdat dit uitgehard is. Dus lieve schatjes, ik ga de video stoppen. En zodra dit uitgehard is, ga ik hem met jullie weer uit de malletjes halen. Dus stay tuned. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag, jawel, de tijd dat ik mijn onderzetters uit de mallen ga halen. Dus ik ga jullie meenemen. Kijk hoe leuk ze zijn. Ik vind ze echt super vet geworden. Even eruit. Kijk. Ik vind ze echt, ja, sorry, wacht even. Ik ga even dat beeld even anders, want het zit precies door de... Ik doe het even zo. Zo kun je het wel beter zien, denk ik. Hoe vet is dit, jongens? Ja, dat is weer spiegeling ook van de dinges. Nou, dat is één. Die leg ik even neer. Dan gaan we naar nummer twee. Die hebben we natuurlijk ook op deze manier gedaan. Dat is nummer twee. Ik ga even zo houden dat jullie... Kijk, zo kun je het beter zien. Andere kant. Nou, die leg ik hier neer. Dan had ik natuurlijk ook nog wat spul over. Dus ik heb één van zo eentje gemaakt. En die is uiteindelijk zo geworden. Je ziet heel lichtjes dat paars erdoorheen. Ik had natuurlijk niet heel veel paars gedaan. Maar ik vind het toch wel heel vet geworden. Ik ga zeker meer maken. Maar ik ga dit keer dan deze onderzetters nog een keer maken. Niet hetzelfde. Ik ga wel een kleur gebruiken. En dan ga ik daar kunstbloemetjes in verwerken. Dus mochten jullie dat leuk vinden dat ik daar ook een video van maak, zorg dan dat je geabonneerd bent. Want dan zal ik zorgen dat de volgende video dat is. Maar nu, het moment van de waarheid. Jawel, de houder waar deze dus in kunnen. Ik had al een beetje geprobeerd om hem eruit te krijgen, maar dat gaat niet zo heel makkelijk. Maar goed, Char geeft niet op. Kijk, gewoon even goed eerst langs de zijkanten. Dan trek ik hem omhoog. Kijken dat ik hem niet met mal verknal, want dan zou het al heel zonde zijn, want dan kan ik hem niet meer gebruiken. Voorzichtig, Char. Hij wil niet. Hij wil niet. Hij moet. Dit is wel heel vet, jongens. Kijk nou! Hoe gaaf! En dan doen we die. Tadaa! Zo. Daarin. Maar je ziet het. Hij is nog niet helemaal vol. Dan moeten er nog twee bij. Dus ik ga er sowieso nog twee maken. Misschien ga ik er wel gewoon twee maken. Gewoon met alleen bloemetjes. Maar ik denk dat ik wel ongeveer een beetje dit overhoud. Wat ik wel jammer vind. Ik vind dit op zich. Ik doe het even zo. Want dat licht is vervelend. Kijk, ik heb natuurlijk aan deze kant helemaal zwart. En dan heb ik hier een beetje over laten lopen met dat paars. Maar ik vind eigenlijk dat ik de onderkant gewoon helemaal zwart had moeten doen. En aan de bovenkant gewoon een laagje paars. Kijk, de binnenkant is ook gewoon zwart. Of ik had gewoon helemaal zwart moeten doen met glitters. Dat had misschien ook wel vet geweest. Maar ja, goed, dan klopt het weer niet met dit, hè? Dus jongens, dit was de video van deze onderzetters. Er komen nog meer video's aan. Er komen zeker nog meer epoxy video's aan. Dus als je het leuk vindt, zou ik zeggen, vergeet zeker niet te abonneren. Want zodra er dan een nieuwe video online komt, ben je de eerste die daar een melding van krijgt. Dan kan je dus de video bekijken. Ik geloof niet dat de mal zo hoort. Char, wat ben je nou allemaal aan het doen? Oh, hou het zo. Nou, lieve schatjes, dit was weer de video. Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze vinden. En ik zal eventjes van de dingen die ik tot nu toe heb gemaakt van de onderzetters even een foto van maken en op mijn Instagram neerzetten. En ik denk dat ik binnenkort ook een winactie ga houden waar je dus zo'n setje kan winnen. Hoe leuk zou dat zijn? Dus volg ook zeker onze Insta, want dan mis je overal helemaal niks. Dan ben je overal up-to-date. Nou, lieve schatjes, ik wens jullie een hele fijne dag. Ik ga ondertussen nu zometeen naar Monster toe, want ze zijn mijn vloer aan het leggen daar. En ook dat komt straks allemaal op ons YouTube-kanaal. Stay tuned! Hey, doei schatjes, fijne dag!